Oh shit. They want to show out. Fuck. Put your report card up. Oh shit. Kijk, ikzelf heb de basisschool overleefd. Ik heb de middelbare school overleefd. En ik zit op dit moment op de hogeschool. En ik heb best wel vaak onvoldoende gehaald. Weet je, onvoldoende halen is normaal. Je kan niet fucking elke keer voldoende halen. Oké, het kan wel, maar dan ben je gewoon een nerd. En weet je, daar is ook niks. Weet je, daar is ook niks ergs aan. Als je een nerd bent, wees een nerd. Het is gewoon. Ik wil gewoon. Deze kinderen in ieder geval worden door hun ouders gestraft omdat ze een onvoldoende hebben gekregen. Maar niet zomaar straffen. Ze worden op rare manieren gestraft. Dus jullie gaan zien. Druk op dat duimpje omhoog. Abonneer op mijn YouTube als je dat nog niet hebt gedaan. Oh jongens, deze gozer heeft een onvoldoende gehaald. Heel veel onvoldoende gehad op zijn rapport. En zijn vader heeft zijn haren helemaal fucked up gedaan. Ja, hij heeft dus voor elke vak een onvoldoende gehad. Dat is wat zijn pa zegt. En daarom heeft zijn vader een hele oude man kappertje gegeven. Kijk dit. Oh shit. Oh shit. Fuck. Oh shit. Oh shit. I helped. Oh shit. Fuck. Ik vind dit zo zielig. Ik meen het, dit kan toch niet. Oh. Come on, turn around. Turn around. Turn around. This what thugs do. You wanna be a thug? Fuck. Damn. Kijk, ik straf zijn vader wel, maar dat kan toch niet. Okay. Holy shit. Wow, die gaan geen onvoldoendes meer halen, denk ik. Wow. Wow. Deze gozer moet serieus met dat ding van zijn moeder de hele tijd rondlopen waarop staat I get bad grades because I talk in class. Dus er staat letterlijk, hier staat er ik heb slechte cijfers en aan de achterkant omdat ik veel praat in klas. Wauw. Ik moet zeggen, dit is wel origineel van zijn mama. Ik moet ook zeggen, respect aan hem, want hij luistert naar zijn moeder. Kijk, hier hebben we een filmpje jongens waarbij er dus een streamer aan het streamen is. Hij speelt gewoon een spelletje, je weet hoe dat gaat op Twitch. En dan komt zijn moeder zijn kamer binnen omdat ze boos is op de cijfers die hij op zijn rapport heeft. Hij is nog aan het chillen jongens, er is niks aan de hand. Hij geniet nog van muziek, hij speelt dit spelletje. Hij gaat, hij is gewoon aan het chillen. Ik weet niet eens welk spelletje dit is. Wat is het, H1Z1 of zo? Ik heb geen flauw idee, ik speel zulke spelletjes niet. In ieder geval, ik ben benieuwd wanneer zijn moeder naar binnen komt. Want op dit moment geniet hij nog van zijn leven. Zometeen gaat hij gewoon publiekelijk gepakt worden. Besef dat dit gewoon nu online staat, klaar. Oh man. Oh man, ik voel hem nu al. Ik voel nu al medelijden. Ik heb geen idee. Oh shit, ik hoor zijn moeder. Oh shit. Wat is je result? Results, zij vraagt. Ze vraagt om de cijfers. Oh. Oh shit, haar moeder heeft een e-mail gekregen waarin stond dat hij dus eigenlijk zijn rapport al binnen heeft, maar hij heeft nog zijn rapport niet aan haar gegeven. En nu is ze boos omdat ze die fucking cijfers wil zien. Holy, ik wil. Waarom is die camera niet gericht? En hij is gewoon helemaal zo van, oké, rustig, oké. En die moeder blijft gewoon flippen. Ik ben blij dat ik nooit zoveel onvoldoendes heb gehaald, dat mijn moeder zou flippen op mij. Oh, dit is sad. Oh, dit is zielig. Dit is fucking zielig. Omdat hij een fucking onvoldoende heeft gehaald, laat zijn vader hem een Xbox kapot maken. Let's go. Als straf. En zijn vader filmt het gewoon. Let's go, do it. Dit is zo fucking erg. Dit is zo fucked up. Like, kijk, ik snap dat hij onvoldoende heeft gehaald. Maar kan je niet gewoon zijn Xbox verstoppen in een kast, zodat hij er niet op gaat spelen in plaats van kapot te maken, sinds het fucking geld kost. En weet je, geld is een beetje iets waard in het leven hier. Ik weet niet in welke aarde hij leeft. Best wel zonde. Hij wil niet eens die andere kapot maken. God damn. Excuse you? Pick up the fucking sledgehammer and smash it. But it's not my fault. Now. Oh, nu ga je hebben. Nu ga je hebben. Hij zegt, nee, het is niet mijn schuld. Let's go. Ja, het is gewoon leraarsfout. Het is gewoon leraarsfout. Dat is wat hij zegt. Dat zeg ik ook alweer, weet je. Het is niet mijn fout, het is gewoon leraarsfout. Nou, ik kan gewoon niet uitleggen, klaar. Dat is gewoon de beste excuus die je ooit kan gebruiken. Weet je, als je moeder vraagt, of als je vader Let's vraagt. Let's go, Jason. Waarom heb je het onvoldoende? Het is gewoon leraarsfout. Do it. Dit is fucking zielig. Dit is fucking zielig. Ik zweer, ik kan het niet meer kijken. Klaar, ga weg. Ik hoef niet meer te zien. Hoe bedoel je, streng? Hoe bedoel je? Ik wil dat jullie allemaal in de reacties gaan achterlaten. Hoe jullie ten eerste überhaupt onvoldoende halen, weet je? En als jullie onvoldoende halen, hoe jullie ouders erop reageren. Of zeggen jullie het niet? Of hebben jullie een maniertje om je ouders te tricken? Laat het me weten, ik ben benieuwd. Dank voor het kijken in deze video. Druk op dat duimpje omhoog. Abonneer op mijn YouTube kanaal. Dan zie ik jullie wel ooit.